groot deel van de Poolse bevolking gooit huisafval niet weg, maar verbrandt het in de eigen oven. Maar liefst 70% van de huishoudens gebruikt de oven om huisvuil of kolen van slechte kwaliteit te verbranden. Dat doen ze omdat veel Polen centrale verwarming te duur vinden. Het zullen je buren maar wezen. Bewoners die van alles in de oven gooien. Smokalarm. Jak to powietrze wynikuje z pani zdaniem? Tragiczne. Tragiczne. De oven is vooral op het platteland nog steeds verreweg de populairste manier om het huis te verwarmen. It is cheaper than gas. En dat is het probleem. Centrale verwarming wordt gezien als luxe, terwijl opa's oven fikt als de beste. Takimi piecami potem nie można palić, taki, ale ta, no, kupiony, nowy, inny jakiś. Taki, muszą być klasy potem odpowiednio wyższej. Bo... Luchtvervuiling komt niet alleen door kolen, maar ook door verbranding van huisvuil. Het is de goedkoopste, maar ook meest vervuilende manier van verbranden. Mensen gooien van alles in hun ovens en de buurt ademt de troep in. Daarom wordt sinds 3 jaar de milieupolitie op pad gestuurd. Agenten controleren klachten van dikke rook. Jeżeli spalane są odpady typu plastik, jest to bardzo wyczuwalne w środowisku. Jest to taki gryzący zapach i to już zaraz daje nam podstawy do działania. Er staat een boete van zo'n 125 euro op. Maar het stoken gaat gewoon door. Niemand wil in de kou zitten. Jaarlijks sterven naar schatting bijna 50.000 Polen als gevolg van deze luchtverontreiniging.